Carnaval Bieleveld Kretsers wordt mogelijk gemaakt door Luiten Groentechniek Wienands Rol. Onze Harry wordt gekozen tot de nieuwe prins. Dat wou hij toch gaan scheren zien, de grootste winst. Maar in die gekke week vergoot hij zien een steek. Maar zong nog iedereen en nog een keer. Dames en heren, hartelijk welkom bij aflevering 4 van Carnaval Bieleveldkretsers. Leef nu! In deze laatste aflevering kunt je zien hoe de dag wegtikken op weg naar Carnaval Bieleveldkretsers 2016. We nemen u met naar de boellocatie van de carnavalswagens. Laat u zien wie succesvol de jeugdzitting wordt. Kijken met bij de voorbereidingen van het oud-wieverbal. En tot slot zijn we aanwezig bij de sleuteloverdrag. En niet onbelangrijk, we laten u de volledige carnavalsoptocht zien. En de donderdagavond is voorgezet. Nou, zo'n chance voor een grootje best wel zeker hoor. Een drinkje? We hebben toch al twee zaken voor je in mond, hè? Het thema vuur de wagen houden vier een groot idee. Een dikke bulles van papier-maché. Vier hamerle en schusterde bis drie uur in de nacht. Het woord allemaal groter en verschender dan verwacht. Vier bouwden in de blomme schuur gevaart door kolle Frans. Maar wie het endelijk veerlijk wordt, u zag in Insterhens. Door komen vermoeds van ze leven met nog boete. Dat kind vermoeds van ze leven uit de schuur. Dan zijn we aangekomen op zondag 24 januari. Vandaag is het tijd voor de Kingeroute Dorp. Speciaal voor de veldkretsertjes is er een jeugdzitting georganiseerd. Diverse jeugdartiesten geven acte de présence en er kan eens lekker gehos en gesprongen worden. Zo, goedemiddag allemaal. Fijn dat het toch alweer behoorlijk druk is in het jaar in onze zaal. Welkom allemaal op onze jeugdzitting. In de tussentijd dat de jeugdraad plaatsgenomen op de buur, ben ik vroeg of de stivaantjes klaar zijn voor een optreden. Thank you.
Nog precies 8 dagen en dan is carnaval 2016 begonnen. Maar voordat de Ruitscher carnaval officieel kan beginnen, werd Jersch de veldkretser opgehangen. Aansluitend start het oud-wieverbal. Het is traditie dat we de veldkratzer ophangen bij onze narrentempel, café in Gendurp. Maar het is een dichte eer, Prins Robin, om de veldkratzer op te hangen. Zo zeggen, klim naar boven. Wil ik een drijfwerfkrachtige laag van alle veldkraten en de veldkraten van Lennekes. Ten eerste. Hallo. Ten tweede. Hallo. Ten derde. Hallo. We gaan naar binnen en we gaan ons daar laten verrassen door de oude wieven. Spek met eierbrooiers, die brooien nog het lekker zie. De leste tot het een vol hooiers, trekken nog het tietenbi. Van vaste lovens daagt die doeren, van de gezet werd rondje lag. We komen hier pas laat op toeren, want we zijn de kampioenen van de nacht. Het ganse land leeg.
gebeuren. En alle nog even blieven hangen, zingen met zo hel het kind. Want was er al is nacht gesloten, en stilgezet is rondgebracht. Ze kriegen ons niet meer naar boeten, want we zijn de kampioenen van de nacht. Het ganse land ligt al te slapen, maar wie in Limburg is nog open. Schreeuwen we de wakker, want slapen, dat is een kampioenen van de nacht. Leef nu, met nog einde dag te gaan dat carnaval 2016 een feit is, rest nog één plichtpleging. En hiervoor komen we samen met de veldkretsers naar Schummert. Want hier is de officiële sleuteloverdag gepland. De jongens halen werken van het CBS. Op zoek naar statistieken van Limburg op zijn best. Dat heeft me geen gedoe, jong, want wie is dan ten her? Doe het waar je hebt gevonden, dat verre vulgair. De meeste spas, dat weer kan ten meter. De meeste spas, dat komt van het volk. De achterhoofden spreiden, groot en klein. Het is mij een grote eer en uiteraard een groot genoegen u vanavond welkom te heten allen bij de sleuteloverdracht. Vanavond draait alles om onze hooglustigheden. Onze prinsen, prinsessen, jeugdprinsen en jeugdprinsessen. Vanavond draag ik, als het allemaal goed gaat, met gerust hart onze gemeente aan hen over. Ik heb samen met Serious Request heb ik een liedje gezongen en dat was best een succes. Dus ik dacht, ik ga zingen. Ho, 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 ho. Ik denk dat we de burgemeester tegen zichzelf in bescherming moeten doen. One serious request, Desiree. Niet zingen in godsnaam. We hebben in alle apotheken van de grootnut gekeken, maar er is onvoldoende paracetamol om dat tot een goed einde te brengen. En na deze belediging wil ik vragen aan de burgemeester om daar even te gaan staan. En het is zo, dames en heren, voor wat is het plek, wie ze niet kennen, wie dat kunt zo meteen. Dat zei er al. We zitten in uw broerenpostje vorig jaar op de trapjes wordt er gevraagd door de burgerwachters om een optreden te verzorgen. Dit jaar zijn we gevraagd door de gemeente. Nou, dat scheelt, ja, dat scheelt een slok op de borst. Je zit contractueel verplicht om op te komen, ik dan, met een peer tussen de bij. Omroep Grootnut. Ik zoog leeg op haar gezicht en toen word ik verloren. Ze zoog het gelieg en ze zag toen handjes thuis vrunt. Iedere stunt groot met de golven. Die is het. Kom met. Goed zo. Noem de pie. Vergemeester, wat magst u eens blieb? Ik ben die de slaaf. Kom, leg me maar over de knie. Tweede couplet. Vorig jaar op de trapjes, daar hoorde ik voor het eerst platkallen. Schummert wordt Schummert, ach nu, ik vond het geniaal. O's Desirieke, vernuut met glans, o's prachtige Limburgse taal. Zijn we trots op haar? Zelfs Christian zingt met een zang geleden. Kom met. Goed zo. Een om de pier. Burgemeester, wat maakst u ons blij? Ik ben niet de slaaf. Kom, leg me maar over de knie.
En dan is het tijd voor de officiële sleuteloverdracht. Jers voor de jeugdprinsenparen en aansluitend voor de prinsen en prinsessen van de individuele kerkdorpen. De meisterspas, werd weer van de meester. De meisterspas, werd kop van het volk. Kom Koninklijken, dan wilt de vrouw verder. De lef in Limburg, de lef op een boek. Je zal ze maar wonen, je zal ze maar werken. Dan heb ze toch samen al lang in het werken. De meisterspas, werd weer van de meester. Te afdoen is natuurlijk altijd wat minder. Maar als ik dan kijk naar deze hooglustigheden, dan kunt dat wel goed. Ik ga hem afdoen, dus ik treed terug en daarmee geef ik jullie de macht. Heers goed en ook onwijs over groot nut. Ik wens jullie geweldige dagen en ik hoop dat jullie een beetje op mijn gemeente letten. Dinsdagavond, 12 uur, dan krijg ik hem weer terug voor jullie. Heel veel plezier allemaal. Heel veel plezier ook u allen. En dan ga ik nu mijn macht overdragen en de steen opzetten. Met deze wijze woorden is carnaval 2016 dan eindelijk losgebarsten. Het wachtenpunt van veel prinsenparen is dan wel de optocht door het eigen dorp. Verschakelen nu snel over naar carnavalszondag, naar de Ruitscher optocht. Dames en heren, het is zondag 7 februari. Het zonnetje schijnt lekker, het is licht bewolkt en het is een klein beetje koud, maar dat mocht de pret absoluut niet drukken. Verzini biedt een Ruitscher optocht opstelling aanwezig om te kijken wie iedereen zich langzaam opstelt en om te praten met een paar groepen en wagens. Nou, voor ons zei het optochtcomité, mannen, zijn we er klaar voor? Ja, zeker. We zijn voor de storm, hè. We wachten op de storm, voor de drukte dadelijk. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Dus, Wie wil deelnemers hebben, joh? Ja, dat is binnen het interschat. We hebben wel een gigantische wagen. We hebben 6 fremwagens, 2 jeugd en prins, Irmer. En we hebben best heel veel wagens voor ons dorpje. Heren, wat is uw taak in het hele gebeuren? Ja, zorgen eigenlijk dat geen lokken vallen en dat de beetje bloed blijft lopen. Hè. Dus dat ze goed opgesteld werden en zo. Maar of het lukt, dat is de grote vraag natuurlijk. Het gaat zeker lukken toch, of niet? Sowieso, hè. Helemaal. Mannen, veel succes. Ja. Ze willen een prachtige optocht waar we weer met zitten, dus dat scheelt. Dames en heren, voor mij stond de kanjers van Ro. De naam is juist bedacht, toch? Ja, eigenlijk wel. Van net bedacht, dat plekje, ja. Zo'n zonneschwanse naam. Wat gaat je uitbeelden vandaag? Ja, dat moest even afwachten. Nee. Ja. Zo, dat zien we straks pas. Wij is de initiator, wij is het idee, is het? Dit idee? Ja. Heb je zeker bedacht? Ja. Ja. Vertel me dan stiekem wat je gaat, dan lust het toch geen wet. Wat gaat je doen? Dat mag ik nog niet vertellen. Oké. Hey, ik wens je heel veel succes in de opdracht zometeen. En hopelijk een goede prijs, hè. En dat is straks, joh. Juist, ja. Dames, wat zit je aan het doen hier allemaal? Wat zit je aan het doen? Dan ga je nog de boel in orde maken. Ja, in schminken. Hey, wat gaat je precies goed beelden dadelijk? Snoepjes. Wie? Snoepjes. Je zit er snoepjes van Wijn aan het raden. Ja. Dames en heren, we hebben de zangeressie van CV De Wille. En die gaat nu voor ons een klein stukje zingen voor de gewone slager. Geet dat? Of dat geit? Deze heb ik met? Ja, dat is samen. De nieuwe natuurlijk. De nieuwe. Maar ik,
Nu gewoon vragen. 1, 2, 3. Maar kumpen euro, waar dan zijn we elke man? Aan zelfs met je schrijven dan een kans. Weer hebben we gaan niks in, ik hoor weg niet meer. Wie ons regeert de humor, de vriendschap en plezier. Aan weer. Aan weer, zeker weer, dames en heren. Ik denk die dames gaan doen volgend jaar de LVK. Zitten missen. Die schaafleer van buurbeheer, die werd zich generaal. Dit ze doeg is nog een beetje bees. Een volle shirt om met die kipfilet. Dames en heren, naast mij burgemeester Schmalzlager. Op dit moment zonder macht, toch? Burgemeester zonder macht, ja. De macht is aan de carnaval, hè? Ja. Maar je gaf net aan, u blijft wel burgemeester. Blijf burgemeester. Ja. Hoe ziet uw programma vandaag eruit? U bent nu in Wijnandstrade. En dan? Ik neem het begin. Dus dan zie ik alles in Wijnandstrade, de optocht. En dan snel ik me naar Nuts, zodat ik daar aan het einde van de optocht ook alles kan zien. Ja. En morgen ook weer een druk programma met de optocht in Schimmert, volgens mij, hè? Schimmert en in Hulsberg. Oké. Okay. Wat doet een burgemeester normaal nog meer met carnaval? Carnaval vieren. Veer hangen de bezoet, daar stond van op de UNB. Wat gaat je vandaag doen? Ik ga gewoon de optocht lopen, hè, met 22 man. Dus ja. Een kerkje gemaakt, leuk thema bedacht. Dus we gaan kijken wat dat deed. Hè. En je gaat letterlijk de bezoet hangen? Ja, dat doen we van meer stal. Dus willen we dat niet hangen ook laten zien. Hey, loop je hier al lang met? Veer lopen, ja, nu werd eerst jaar in Wienersraam. We hebben vroeger wel dekker in Wienersraam metgelopen. We hebben afgelopen 2 jaar niet metgelopen. Een paar jaar niet metgelopen. En daarvoor hebben we eigenlijk 6-7 in Wienersraam metgelopen. Op de beat van een orkest. En de fietswagen maakt van alles kool. Leven lieve Stony, neven bij de groep CV De Boer. Die zijn al bekende gezichten uit Wienersraam. Vertel eens, wie komt er op je zoekheid? Ja, dat is al heel lang geleden. Ja. Waar bleef? Wie zeg je? Idee van de vrouwelie. Wij zijn al idee van de vrouwelie, hè, toch? Idee van de vrouwelie. Hé, hey, leuk, je zat er leuk op. Zometeen de optocht. Mag je weer drinken in de optocht hier? Ja, boys, mag ik wel. Ga ze nemen, ik wel. Dat is een goede dag, toch? Dat er niet komt, schijnt. Nee, niks. Nou, leven nu gezeten in een dolle boel. Laten we niet zeggen, is het leukst. Nou, één ding hoop ik echt. Het morgen de optocht, doe er nog gewoon. In andere streken, in Hulsberg. Want anders is het alle werk voor één optocht. En dat vind ik heel jammer. Ja. Nee, ja. Zit absoluut weer in. Leuk gezag, goed gezag. Dank je. Hey, veel succes allemaal. Jo. Leven nu, dit is de man van de bongen. Het is de grootste mond altijd. Wat zeg je, zus? Vandaag is richtig pieken. Je gaat pieken, je gaat de eerste prijs binnenholen volgens mij. Nee, we gaan knallen vandaag. Knallen. Hey, je hebt een aantal weken geboet en dat zorgt voor in de rest van de reportage. Hoe lang heb je nog een boete te wagen? 3 dagen. 3 dagen voor alles verder. Oh, de rest hebben we gedronken. Ja, dat dacht ik al. Hey, veel succes. Jo, hoi. Leven nu, neem van mij Prins Robin. Robin, vandaag gaat het gebeuren, jong. Vandaag is het eindelijk zo goed, hè. Ja. Hey, chique, wat loert ze nou uit? Wat loert ze precies nou uit vandaag? Wat verwacht ze? Nou, ik denk al die groepen. En dan mag ik straks naar vuur rijden. En dan gaan we van heel wat lui gehoord. Dat is een ongestijs bij de frituur. En dan om de vipergeest, wat dan los is, dan kun je eigenlijk het meeste uit. Ja, dat kan je me voorstellen. Nee. Wat een massa volk hier. Wat een hele fijne, gewatte optocht. Veel groepen hebben gezien. Ja. Veel Sean Wagens. Magnifiek, hè? Dit is geweldig. Voor zo'n klein dorpje, zo'n optocht. Ja. Ja, dus, je weet het. Dit. Goed, dames en heren, verzin wie gezag de optocht van Wienersraam. De optocht zit nog bien in de verte al langzaam aankomen. Maar we gaan eens even werken hier aan de kant van de Rude van Vingen. Goeiedag, mevrouw. Wie is uw naam? De voornaam of de achternaam? Oh, dat was heel Annie. Annie. Ja, of Antje, zeg ze, ja. Wie is lekker? Antje. Antje, je zit niet lekker te wachten tot de optocht gaat komen. Ja. Wat was je van wachten? Ja, ik weet het niet. Vroeger heb ik met gelopen, maar... Ja, maar dat is helaas niet meer. Wat heb ik allemaal gedaan vroeger? Ik heb nog foto's ervan. Ik kwam met nog een dame en ik was een beetje onveilig in de auto. Het was te leuk. Ja, wel leuk, hè? Zeg een beetje naar een zaad, zal ik maar zeggen dan. Nee, maar gewoon niet zo. Nee, dat, ja, ik drink geen alcohol. Oh, nou ja. Maar
wat voor gemak houden. En dat wordt leuk. Ja, chic. Ja. Ja. Ik ben benieuwd wat het is. Ja, ik ook. Het weer is prima, dus ja, wat zal er nog meer zeggen. Gewoon eens even weer kijken. Succes, dat veel plezier. Nou, we gaan eens even naar de... ik heb hier een maan staan, de verzorg hier, de drank hier, in Wienersrol. Volgens mij gaat er Huub zoeren. Huub, jong, die krijgt als een drank hier altijd, hè? Hier. Ja, al 25 jaar. En wat serveert ze al? Nou, het meeste Jägermeister. Maar dan een jongen wilt hebben, dat kent ook natuurlijk. Maar ik krijg geen onder de 18 jaar. Geen onder de 18 jaar? Nee, dat is even consequent. Nou, vrij simpel, maar. ik ben juist 18 geworden. Ja, Zoveel samen in het pitje? Ja, kom op. Kom, nog van het slagje. Wat wil je? Nou, dat is een heerlijk wat, een godbeker. Dat vind ik heerlijk. Jäger, jongens, dat kunnen ze me voor wakker maken. Leef nu op een fantastische opdracht hier in Wienerschool. Ja. Gezondheid, hè? Gezondheid. Non de Pieter is lekker, hè? Lekker, hè? Zeg, veel plezier, hè? En, ja, succes met de opnames. Yes, hè? Dank je. Lief, we gaan dan eens even kijken, want er zit nog veel meer bij een, zinnig. Allemaal. Ah, Kinger schon, joh. Jonge dame. Oeh, gaat mij dit weg? Ik doe niks. Hoi. Hoe heet jij? Ize. Hey Ize, kom jij naar de optocht kijken hier? Ja. Dat is leuk, hè? Loopt nog iemand mee in de optocht die jij kent? Ja. Vertel eens, wie is dat dan? Ja. Leuk. Aan de prins. Prins Robin. Ja. Prinses Veerle, ken je die ook? Ja. Hey, leuk. Veel plezier, hè, allemaal. Volgens mij hebben we weer afgelopen oud wie van bal. Immers gemis. Sinderichton. Ik bedoel dat natuurlijk niet, dit verkeerd. Ik bedoel dat leuk. Goeiedag, wie is je naam? Marlijn. Marlijn, lekker in het beer. Heerlijk, lekker in het bak. Goed, ja. Weet je, met die dag werd ze steeds ouder, hè? Ja, dus ik denk, dan ga ik nog maar voor de laatste keer kijken. Ja. Ik zeg als juist tegen mijn cameraman, niet tegen de kijker. Ik zeg gewoon eens even naar een vrouw toe die even gemist op oud wieverbal. Maar dat bedoel ik niet verkeerd. Nee. Wat heb ik de oud wieverbal gemist? Oud wieverbal gemist, dat zit je een beetje oud. Ja, weet je, ik werd steeds ouder met die dagen. Ik denk dat de kleding maar erop, hè. Ja, verstandig. Zeg, er zit lekker te wachten op de optocht hier. Ja, dat is een super optocht altijd hier. Altijd super gezellig, het dorp prachtig bij elkaar. Hè. Ja, wat wil ze nog meer? Ja, dat is prachtig. Voor sinds zullen we gewoon kijken bij het opstellen van de optocht. Vuur aan of bovenaan een brommelen. Ja, daar komt ze meteen een prachtig optocht aan. Ik ben eens benieuwd. Ja, ik loop mij verrast. Mijn kleindochter loopt mee en mijn schoonzoon. Ah, dat is chic. Dus er moest bij zijn natuurlijk. Ja, zeg, veel kliekplezier meteen. Oké, jong. Lieflu, een man die ze in hier in Wienerschool, de Ruitscherlu, allemaal kennen. Dat is natuurlijk Luke Storms. Luke. Maar ik heb ze natuurlijk, en dat heb ik niet, behoorlijk veel achtergrondinformatie over de Ruitscherlu. De lu die deelnemen. Kunnen ze ons al een beetje een tipje van de sluier oplichten wat betreft optocht? Wie lang lukt de optocht al? Wie geeft dat? Ja, we zijn in 65 begon. Is wel geen optocht geweest, dat joh. Dat is vrij kort, om een hele korte tijd georganiseerd. Van toen waren we 66 cent de optochten gaan lopen. We hebben een paar jaar hebben helaas geen officiële optocht gehad. Is wel optocht geweest, omdat de carnaval een tijd lang niet gefunctioneerd had. Dan hebben Luwe Wienenschouw wel zelf optochten georganiseerd. En dat soort gewoon in de bloot bij de Luwe Wienenschouw optocht moet lopen. En van toen waren we in 88 zijn we weer op Muizenbegos. Hebben we de boel opgepakt. En van toen is eigenlijk continu optocht geweest. Op één jaar na. En dat wordt toen met de golfoorlog. Ja. Maar dat wordt overal. Ja. Hey, leuk Loek. Ik zie de wagens toch echt aankomen langzaam. We gaan starten. Ja. En ik kom binnen zodra ik informatie van dichtwerdig heb. Dat regelen we dan. Goed, hè? Ik zie het komen. Oké, dank je. Jo. Heerlijk. Nou, ik kon de cameraman ook een Jägermeistertje geven. Of dat groot scheidt. Dat zullen we gedurende de opnames uiteraard wel zien. Ronald, wie zal het nemen? Alsjeblieft. Gezondheid, Jan. Gezondheid. Goed. Goed, Loek. Ja, ik zie hier de koninklijke fanfare binnenkomen. Kun je het toch even vertellen? Ja, de koninklijke erkende fanfare Sint-Cecilia, die lopen immer met. Uiteraard in de eigen optocht, eigen dorp. Normaal gesproken lepen die immer voor de prinsenwagen. Maar tegenwoordig, dat zult ze dadelijk wel zien, heel veel wagens met heel veel geluid en helgeluid. En dat wordt overstumpt. Vandaar dat ze sinds een paar jaar al verder op tocht lopen. Ja.
publieke fanfare. Volgens mij gewoon zit hij nu hier gaat drinken. Wie zoeren, hè? U? Ja, meestal wel. Overal waar je gaat te drinken, dan stoppen ze. Hè. Dat is vaak wel het probleem. Als ze voorop loopt, dan mag het eigenlijk niet officieel. Maar goed, mag eigenlijk niet. Het duurt bij de carnaval. Het is carnaval, hè. Dat moet kunnen. Nou ja, wie is juist gezegd? Ik zie nou niet in de verte al Joey's Place aankomen. Ja. Dat is een groep en de Rostang is klein, heb ik begrepen. Ja, dat is vanuit de café in Brommelen. Vier gaan er een keer week, of een jaar, gaan we naar de oude wieverbal. En dit is de gasten wat ze terug doen dan voor ons. Ja. En dan komen ze nu ook in de optocht. Dat is gewoon heel leuk om te zien. Heel leuk. Dat een groep zich vanzelf vormt en metgeeft. Ja, ja. Fantastisch, fantastisch leuk. Wie dat groeit hier allemaal. Dames en heren, wie bij iedere optocht natuurlijk een fantastische grote grote vrachtwagen. Met een behoorlijke aggregaat op voor de muziek te kunnen draaien. Dat spreekt voor zich, want vertegenwoordig moet er meer dan 100 decibel muziek op om überhaupt het spas te kunnen hebben. Vaak zie je ook dit soort groepen met gewoon in diverse optochten. Alaaf! Hey, leuk, een gans saloon nog geboet. Wanted at Joey's Place. The place to be. Nou, dat zal zo zijn. Goeiedag. Wat ga je zich begaan bij je? Dollars. Ja, de Chris van mij gaat dollars. Ja, dollars? Wat moet je daar met aan? Ja, dat kan ze bij ons in Brommelen, oftewel de Joe's Place. Kan ze gezellig in en komen drinken met die vaste lavensdag. Hé, hey, leuk. Dat komt voor zeker doen. Dat deed me goed. En dan hoop ik zeker terug te zien. Richtig. Hé, hey, leuke optocht. Ik geef die nog een tweede erbij. Chic, dan kunnen we er twee drinken. Ja, die gaan. Hebben ze een leuke optocht? Ja, zeker. Geweldig. Hartstikke leuk. De lui zijn zeer enthousiast. Publiek genoeg. Is laat gaan. En dan laat. Volle gaas, zou ik zeggen. Ik ben niet zeggen, hè. Allee, succes. Goedjes. Dames en heren. Ja, de publiek is gigantisch massaal toegestroomd hier in Wienerstraat. Fantastisch om te zien. Fantastisch mooi om te zien hoe dat dan allemaal loopt. Dus juist wordt hier nog een half uur geleden wordt die eigenlijk ja, praktisch wordt leeg. Maar ja, het is alsof iedereen uit alle gaten en heuken gekropen is om hier deze opwacht te komen bekijken. Chic om te zien. Ja, in de rubriek Verzin netjes. Ik dacht dat iedere dame netjes was. Ja, dat is ook zo. En ook met de carnaval, we zijn allemaal netjes. Serieus? We zijn allemaal netjes. Eigen spaar, hele jaar. Dus ja, we amateuren ons prima. Allemaal netjes. Ja, kijk nou. En een paar leuke lollies delen voor iedereen natuurlijk. Ja, zeker voor Dijlog. En oe, ook dat is netjes. We gaan ook weer op, toch? Hé, hey, veel plezier. Jo, dank je. Hoi. Weer zijn netjes. Nou ja, dat is natuurlijk ook een thema wat ze kinds gebruiken. En in principe is ook iedere mens netjes daar. Wienerstraat hogerop met een glazen hoes op de kop. Waar is Loek? Loek zit daar. Loek komt bij jou, want ik moet toch wat informatie van dich hebben. Loek, wat is dit dan? Nou, dit is John Staarmans, die al jaren dagen immer op dezelfde tractor met de carnavalsoptocht met riet. Ja, nu is zeer actueel het glazen hoes. En ze nemen zichzelf ook dat zijn voor CV de Batterhaven. En John daar riet immer met deze tractor met en had immer jeker jaar een ander item, een ander thema. En dat is wel leuk om dat te zien. Hey, leuk, en ja, volgens mij kiezen ze veel hakgroenten en ja, voor wien en peren zoeken ze net. Ik kan eens met de jongens komen. Ja goed, het is het zomer van al bezig. En het glazen hoes, het glaas, hè. Je kunt het glaas brengen bij deze dingen. Ja, ja. Het glazen hoes. Vertel eens, wat beeld groot? Ja, dit jaar een hele, dus ja, glazen hoes dan. Het is een serious request gebeuren. Hé, hey, best toch geweest, of niet? Ja. Wat leuk. Ja, zeker. Hé, hey, veel plezier. Hey, Loekie Veurels in de wagen. Ik zit al heel veel Ruitje Lu in. Heb ik al gezien bij het opstellen van de optocht. Ja, dat klopt. Dat zijn Lu uit Wienerstraat, waar ook bestuursleden bij zitten, dames. Ja, dat hebben ze ook gezien, gegarandeerd. En die doen ook al heel lang met in de optocht in Wienerstraat. Ja, ze hebben nu het thema met de carnaval, loop alles doorheen.
Ja, dat is ook zo natuurlijk, hè. In principe wel, hè. Ja, en ze moeten dat ook. En ja, goed, die stond echt ook hier lang bed. Ook helemaal dezelfde wagen. Hè? Nee. Misschien een beetje sluikreclame, maar ja, dat duurt ook toch niet. Snippen. Ja, beginnen vertellen, hè. En, maar ja, het ziet er weer fantastisch uit. En ze hebben allemaal heel veel kleuren en hele prachtige pakken. Daar vallen ze hier helemaal mee op. Absoluut. Nou, met name de pakken zien er weer fantastisch uit. Het is immers een gigantisch hel uitgesloofd. Om deze pakken te maken en hiervan een behoorlijk leuk item te maken. Chic voor te zien. Ik denk dat ze stiekem hopen op nummer 1, op prijs nummer 1. Ik hoop het op first, want ze zijn fantastisch mooie hoed. Dan leveren jullie verzorgers al in de reportage van Carnaval Bied de Veldkretsers, aflevering 4, het boeren van hun wagen. CV de Beer Dupkes. En ja, de wagen is nu klaar. En je kunt nu zien wat het allemaal geworden is uiteindelijk. Look, CV de Beerdupkes. Dat is een van de wagens die we gefilmd hebben bij het opboeren van de wagen. Dat is een van de wagens die ook bij de Bongert wordt geboet. Ja. Vertel eens. Nou, bij de Bongert weer een vuilwagen is geboet. En CV de Beerdupkes, dat is een van de zuswagens die metrekken op de Bongert weer vijf geboet. En CV de Beerdupkes, dat zijn eigenlijk de nakomelingen van de Ierse groep wat op de Bongert had geboet. En dat is de groep van Sever Wimmer. En dit zijn eigenlijk de kinderen ervan. Die zijn al dag, al jaren zijn die metgetrokken in de optocht met pap en mam. Ja, op een gegeven moment heeft ze leeftijd dat ze ook de hamer kosten vasthouden natuurlijk. En dan zijn ze op hun eigen begonnen. En sinds 2 of 3 jaar boeren die ook zelf hun eigen wagen. En rijden nu helemaal met in de optocht in Wienenschouw. Hey, chic. Dus de term jonggeleerd is oud gedaan, dat gaat hier echt... Dat gaat hier echt op, joh. Ja, ja, ja. Jonggeleerd oud gedaan. Hè. En zo moet het ook. Onder de noemer, dit jaar geen geouderie. Veel lopen, gewoon met S. Apreski. Stond hier de dames, dus het nageslag van heren en dames van de Bongert. Lopen hier wel met aan de optocht. En ja, kijk eens zelf nu. Het is toch fantastisch. Wie deze jeugd hier aan de slag heeft. Hossen springen, lol maken. Dat is met name carnaval op zijn best. Look, hier de volgende groep. Ook een bekende volgens mij, Oedugdurpke. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als net de Beerdupkes. Dit is CV de Spasberen. En ook daar bij zit de Kinger. Die vroeger allemaal met papa en mam metgingen, hè, met de groep van de Bongert. Ja, en ook die begossen wie ze de hamerkosten vasthouden, wie ik juist zei. Begossen die ook te timmeren. En die eerste wagens waren natuurlijk het minder van kwaliteit, maar daar ging het niet om. Ze deden met, ze boeden wagens en ze houden heel veel plezier. Ja, nu is het een hele grote groep geworden. En ook die mannetjes konden helemaal met en vingen het allemaal heel leuk hier in Wienenschouw. Hey, look, boeien ze dat soort wagens doen enkel voor Wienenschouw? Gewoon die hadden een andere optocht met? Nou, deze groep is gisteren met geweest in Voorschen in de optocht. Ja, vandaag uiteraard in Wienenschouw. En morgen willen ze met in Hulsberg. Maar ja, goed, verwijten dat dat nog afwachten is of dat doorgaat. Ja, de weersvoorspellingen zijn niet zo goed voor de komende dag. Maar goed, laten we daar even neer aan denken. Nee. We zijn vandaag hier in de Wienerschool, daar gaat de optocht uiteraard wel door. Ja, wie gaat het verder lopen dan? Want die doen nu eerder jaar met. Hebben eerder jaar weer een nu leuk thema. Ja, goed. Ze komen al een paar maanden van tevoren komen ze bijeen. En dan vergaderen ze samen om te kijken wat voor thema ze kunnen hebben voor het nieuwe jaar. En dan beslissen ze allemaal samen. Ze hebben nu een thema van jongens en meisjes tegeneen. Want die discussie over het thema is helemaal heel fel. De meisjes willen dit en de jongens willen dat. En daar hebben ze nu een beetje een item op gemaakt. Ja, ik ga eens even kallen met een van de dames en heren. Kerel, ja, de bestie, de jongens tegen de meisjes, lijkt me dat een zoet. Wat leuk. De jongens tegen de meisjes, lijkt me dat een zoet. Wie geeft dat? Ja, voor wij dat nooit. Wat voor een thema voor willen. We hebben allemaal ruzie met de jongens en de meisjes. Dank voor dit jaar. Pak voor 2 thema's. Geit gewoon. Oké, okay, ja, leuk. En wij hebben dat bedacht. Kom eens even hier, meid. Kom eens hier. Ik wel, de jongens tegen de meisjes. Wij hebben dat thema nu bedacht. De dames of de heren? Ik weet het niet meer. Ik had Ali dat bedacht. Waar is dat Ali hier? Ja, Ali rent jou weg. Oké. Okay. Nee, dat meisje lukt niet meer met. Het woont met de gezondheid, man. Oké. Okay. Hey, veel spas. Ben ik dan zijn met die super zoenen daar?
Hier voor een optocht zonder eindsrengers, dat ken je het. Ik weet er alles vanaf. Hier voor het spiegeleier. Ik wil wel eens weten waar die eier vandaan holt. Zeg allemaal rood, waar ze die spiegeleier hangen? Jongen! De honger! Die zit niet in honger, jongen. Wie kennen dat ze spiegeleier hebben? Ja, die zijn zo eenmaal zo gemaakt, hè? Ja. Allemaal eerlijk. Spiegeleier onder de optocht. Mijn stem zit er spontaan van over. Ongelooflijk wat hier los is. Hier zijn vrung en vriendinnen van jeugdprinses Veerle de Gerste. Ik zie Remy Luiten daar achter een tractor zitten. De hoofdsponsor van dit programma. Hey Remy, succes jong. Dit is de jeugdwagen. Vier huurruimer en jeugdwagen. Vier hangeren. Dit is onze jeugdafdeling. Heb ze de Raad van Elf. De jeugdraad van Elf. En normaal gesproken hebben we een jeugdprins en jeugdprinses. Dit jaar hebben we alleen Veerle als jeugdprinses. Maar dat mocht Spas ook niet drukken. Want Veerle had zoveel spas en plezier. Dat Susa ook, dat straalt het. En zo wie ze is, de dochter van onze president Richard Seins. Ook een echte carnavalsfamilie. Ja, dat kost eigenlijk niet anders dan dat Veerle prinses wordt. Tuurlijk. En met de paplepel ingegeten. Zeker dan stoel, fantastisch. Leuk. Veerle, alaaf. Het natuurlijk spas in. Maar goed, dan is het natuurlijk ook het wachtenpunt voor een jeugdprinses of een prins. In een optocht te hebben een slok en chips en noem het maar allemaal op. Hoe te kunnen gooien voor het publiek hier in Wienersraal. Fantastisch leuk. Nou, hier kun je volgens mij in een groep, look, het al geboet op de bongert, hè? Ja, dit is eigenlijk de groep van de bongert. Die zijn jaar en dag binnen gewoon. En dat is een mooi verhaal, die hebben toen op TV4 de herstart hebben gemaakt. We hebben die hetzelfde jaar al een wagen geboet met de bedoeling om elders mee te lopen. Die wouden niet hier in Wienersraal mee lopen. En toen had de heer Wimmers, daar een beetje de basis, de grote man, had gezegd, je mag bij mij komen boeien, maar je gaat in Wienersraal mee. Dat hebben ze ook gedaan en sindsdien hebben ze helemaal metgelopen bij ons hier in Wienersraal. En het is een geweldige groep die heel veel duidt. En het zijn de mannen, de voorbeelden van de andere groepen. Nou, hier een paar bekende figuren uit Nummerens, uit de Rood van Elf. Ik zie hier chef Soeren zelf storen, hè? Ah, jong. Wat een weer, hè? Lekker met een pasje beer, hè? Wat zei ze? Met een pasje beer, hè? Lekker! Hallo! Nou ja, prachtige boeting, een vliegtuig, een op en neer. Een hoop jeugd erbij, een hoop kingen erbij, fantastisch. Hier moet ongetwijfeld een gigantische hoop tijd en werk ingestoken zijn. Het ging er amuseren zich blijkbaar. Ongetwijfeld, ja, de jongens en meisjes zweuren niet. Met opgetrokken carnaval hier in de Wienersraal. Het lijf, het bruis, het is fantastisch. Met een flesje bier in de hand en met een heerlijk putje. Ja, snap, zal ik maar zeggen. Geet dat hier richtig los, hier in Wienersraal. En natuurlijk, of we eerlijk zijn, putje bier, gaat Jägermeister. Werd eigenlijk ook gewoon lekker toes in een optocht. Was het een beetje goed te samseren. Was gewoon voor u drinken. Heerlijk, wat is dat dan? Oh, limoncello. Appelsap. Wat? Appelsap. Oh, appelsap. Heerlijk, amuseerlijk. Ja. Onder de noemer, eindelijk een meuterke onder de vod. Geet mijn raad kapot. Ook weer een bekend gezicht, hoe het eruit met Wienersraal, hè? Ja, dat stunt, ja. Een bekend gezicht, ja. Zeg, wat hebben ze ervan gemaakt, joh? Ja, je hebt dat gezien vorige week zondag. Met dat fietsrennen bij die dames. Die hebben een meuterke ingebouwd. Ik dacht, dat doe ik ook. 1600 watt heb ik extra. Dan geeft me godverdomme het vuurwiel kapot. Och, dat maakt het verheerlijk. Hey, veel plezier. Loekie Veuros, alleen met carnaval leven weer op Grottevoort. Grottevoort. Vertel eens, kent ze deze groep? Ja, dat zijn de dames ook van Wienersraal, van sommige leden van de Raad van Elf en bestuursleden, oud-bestuursleden. En die noemen zichzelf Ladies Zonder Vleugeltjes.
Nee, die stond op verkeerd. Wat moet er van Abby denken dan? Dat moest er maar opkomen. Vroeger waren het de zonnestruikjes. En ineens, van de ene wangerjaar, is het Ladysongenvleugeltjes geworden. Ja, die leven op grote voet. Moet ze ook wel met carnaval, hè? Tuurlijk. Moet kennen het ook of niet? Ja. Met carnaval leven we op grote voet. Wat heb je dan over? Ja, alleen met carnaval leven we op grote voet. De rest van het show lopen heel rustig aan, maar met carnaval gaan we helemaal los. Oké, okay. Hey, en wie heb ik je groep eigenlijk? Ik heb geen naam. Je hebt geen naam? Nee. Oké, okay, ik liet me zus gaan vertellen over opvleugeltjes en dat soort zaken allemaal. Ja, we heten eigenlijk de Ladies Zonder Vleugels. Ja. Maar dat is geen officiële naam. Oké, okay, nou goed. Dan een onofficiële naam kennen ook toch? Ja, kennen. Amuseerlijk. Loek, de volgende groep. Ik zie een hoop lui met bouwenveren. Wat kent ze deze groep? Ja, nou, dit is CV de Zijvereren, noemen ze zichzelf. En die hebben jubileum. Die lopen al 11 keer met. En dan hebben we gezegd, nou, bij het 11e jaar steken voor onszelf in de veren. Hè, en de veren op de hoed zitten. Daar komt het ook vandaan. En ze willen door met als expressie laten zien naar de lui. We lopen 11 jaar met. En we vingen het zelf ook geweldig. En we zitten er bijzonder trots op. Steken voor zelf een veerken op de hoed. Oh ja, dan mogen ze ook trots op zijn 11 jaar met zijn oppen met lopen. Dat is toch ook het? Ja, maar goed, jonkelier het oud gedaan. Ook die zijn heel vroeg begos. 11 jaar geleden nemen de kinger met. Maar ook die kinger zijn weer hun eigen groepjes begos. En zo blijft zich dat gelukkig door ontwikkelen. En dat is ook een schone groep. Immer. Heel leuk voor te zien. Loekie, waarom ben je zo'n CV ohne bezij? Wie moet je dat vrij vertalen? Ja, dan moet ik ook even het antwoord schuldig blijven. Dit is voor mij een redelijk onbekende groep. Maar dat mag ook helemaal niks uit. Jekeren is welkom hier in Wienerschouw. En ze mogen er aan met doen. En de zus, ook zie hebben spas. En dat duurt gewoon bij de veldkratzer. Komt ze carnavalsvieren in Wienerschouw, dan ben je hartstikke welkom. En ook in de optocht. Weer hangen de beest uit. We hangen de beest uit, jazeker. Elke dag eigenlijk. En nu nog een meer. Ja, ja. Chique, hé. Je bent even van Wienerschouw. Ik ben wel oorspronkelijk van Wienerschouw, ja. Oké. En geloof me, hoe is lekker een keer met hier in Wienerschouw om eens weer eens acte de présence te geven? Ja. Nou, dit is ook een groep, daar heb ik zin, die hebben geboet op de Bongert, hè? Ja, dit is ook een van die groepen die boeien op de Bongert, CV De Wille. En ook die komen weer van ouders die vroeger geboet hebben. Hè. Het is een eenzijdig verhaal, maar zo gaat dat gewoon. En het leuke van deze groep is, die doen nog met aan de slager, carnavalslager. En dat heb je ook gefilmd. En die hebben die gewonnen. Dat is een hele leuke groep in staat. Ik ga eens even met zijn poten, Loek. Oh, vooral is de schussel in het veurstukje gestoond. CV De Wille. Ik heb hier een van de zangeressen van CV De Wille. Ik weet niet of de cameraman me kan zien. Maar goed, dan ik heb een van de zangeressen hier, Micha, van de CV De Wille. Ja! Ja. En ik heb een zwart liedje gezongen voor Micha. Jazeker, hij is de slager, hè? De slager heeft gewonnen, hè? Wat is het van vond, Joram Petto? Ja, dat is allemaal een geheim, hè? Ja, zeker. Okay. Je moet altijd een geheim blijven voor de slager. Ja, chic. Hey, allemaal zeer, dan maak spas. Hij heeft nog heel veel werk. Dan ga ik langs de deur binnen en trekken langs de keer. Hey. Oh, hey! Veel zin geknipt voor de carnaval. Maar ja, volgens mij is het prachtig geknipt, zou ik zeggen niet, hè? Ja, hè? Heb je het plekje zelf geknipt? Helemaal geknipt. Helemaal zelf geknipt? Helemaal zelf geknipt, ja. Ja. Hey, waarom zijn jullie geknipt voor de carnaval? Ja, omdat we altijd heel goed meedoen, hè. Altijd de optocht, alle feestjes. Ja. Echt een Rutger diehard. Ja, zou je niet zeggen, hè? Nee. Loek, ik heb deze volgende groep als in lopen buur op het Oudwieverbal. Oranje is Just Lego, gans Europa. Speelt er met? Ja, dat mogen wel duidelijk zijn. Hè. Ja. Dat heel Europa speelt met Oranje. Alhoewel, we spelen niet hè, dit jaar. Dus daar zijn spelen die op. Het leuke van deze groep is, het zijn eigenlijk geen lui voor Wienerschouw. Maar we hadden binding hebben met Wienerschouw, die komt uit Bingelder. En Iris Brul, de dochter van de kastelein, zit er ook bij. Okay. En die komen hier carnaval vieren. Ja, prachtig, leuk. Ook een leuk thema.
Het speelt, ja, ja. Het speelt letterlijk en figuurlijk. Ja, dat mocht ze wel zeggen, ja. Oh, we kregen alle tijd deze zomer, hè. Ja, ja, ja. We hoeven geen televisie te kijken, ja, naar de voetbal. Ik heb misschien een beetje carnaval vieren, ja, nog. Ja? Ja. Geen voetbal dit jaar. Sorry? Geen voetbal dit jaar. Nee, geen EK dit jaar, helaas. En ode aan de kwalificatiereeks van Os Oranje. Wat ze helaas niet kunnen halen. Door Albanië verslagen geworden. Door iedereen met hen gespeeld geworden. Ja. Allee, Vlug, ik heb nog eens een lege pupje zien kallen. Maar goed, deze kunnen we. Hey, groetjes. Ja, Allee, Vlug, een optocht wordt natuurlijk voor een deel gedragen door Einzelgangers. Die hebben een Einzelganger in. Onder de noemer Hoepel maar eens lekker op. Hoepel maar eens lekker op. Hey, fantastisch. Wie loopt ze het? Wie geeft dat? Wie komt ze op zijn idee? Het gaat heel goed. Ja. Prima. Ja. Voor de carnaval hebben ze alles over. Ja, 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 tuurlijk. Het gaat super, super weer. Hier is het niet zo veel wind, dus dat gaat ideaal. Het gaat alle kanten. Dus de Hoepel loopt niet de log in. Nee, zeker niet. Ja. Ik blijf hier bij Binnenstra op de grond. Loek de volgende, weer een grote wagen, een tractor en een behoorlijke aggregaat. De prins kan ons niet temmen. Wat moeten we daaronder verstaan? Nou, dat moet zo zijn, dit is de groep de CV de Zwelo's. En die hebben dit jaar de prins geleverd. Onze prins zit normaal gesproken bij deze groep. En daar zin spelen ze eigenlijk op, hè. Nu hebben we een prins, maar we gaan gewoon durk, hè. Gewoon gaas geven. Gewoon gaas geven. Ja, ja, ja. En dat bedoelen ze, het is het tweede jaar trouwens dat zie je de prins leveren. En dit is ook een hele mooie groep, hoeveel jong bloed in zit. En dan kunnen we hier wel vaak goed vissen hier straks. Dat weet ik wel zeker. Ja, chic. Mooi, want ja, een carnavalsvereniging heeft natuurlijk ook een nieuw jonge aanwas nodig, hè? Ja, dat hebben ze nodig, hè. Het is wel belangrijk dat de jeugd blijft meedoen. En daar mogen we hier wel trots op zijn hier in Wienenschouw. Dat zien ze ook. Heel veel jeugd allemaal erbij. Ja, dus ik denk wel dat we hier heel lang door kunnen blijven gaan. Ah jong, je zit de Zwelo's, hè? Ja, klopt. Hey, je zit hofleverancier van het leveren van prinsen. Wat zei ze? Je zit hofleverancier van het leveren van prinsen en dergelijke, hè? Ja, nu 2 jaar achter elkaar. Ja? Dus, het gaat goed. Oké, okay. Hey, en volgend jaar, ben je weer volgend jaar prins hier in het veld Kretseriek? Dat is nooit te weten. Dat weet ze niet. Maar komt er weer een drukke groep? Misschien. Wie? Als we geluk hebben wel. Ja, ja, ja. Ja, geluk. Okay. Hebben we wel eenmaal met. Nou. Ja, 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 ja. Dat is helemaal leuk. Hey, Loekie Kumper, hè? Ook een prins? Ja, dat is het toetje voor de prins, hè? Op de optochtwagen, durgedurp en sloeggoed smieten. Genieten van alles wat om de heen gebeurt. Dat is een geweldige ervaring, onze prins Robin de Nierste. En de staat nu bovenop de wagen. Neem eens over wacht dat de prins zou weer. Wie kent dat eigenlijk? Wie? Ja, dat weet ik ook niet, terwijl het toch een feestvierder is. Maar niet eens waarvan ze zegt, dat wordt prins. Maar de jongen duidt het zo geweldig op dit moment. En ook Thijs straalt en dan vind ik het geweldig. Ja, en dan bovenop de optochtwagen. Kijk maar eens wie daar geneet. Geweldig is dat, mooi om te zien. De Rood van Elf erbij. De Rood van Elf vind ik het volgens mij ook eerder jou weer fantastisch, hè? Ja, ja, ja. Ik ben ook hier lang erbij en ja, optocht is geweldig. Ja, ja, en als prins is dat toch wel het toetje hier. Ja, chic. En ze verzinnen de Rood van Elf. Jongens, alaaf. Fantastisch om te zien wie ook die, wie voor hun eigenlijk het dus een optocht als... Ja, als wachtenpunt gezien wordt in het hele festijn. Richard, dat je een stumje hebben gewerkt gisteren. Ja, dat valt wel met. Hij spaart zich nu een beetje, hè? Want hij zal het straks nog veel moeten vertellen. Maar dat komt eigenlijk wel. Het speciale snoepjes die hebben we hem gegeven. Hij krijgt eigenlijk een warme glas melk met honing erin. Dat regelen we wel. De stum kunnen we weer terug. Robin en Aaf, jong. Ho! Loek, we zijn aan het eindje gekomen van deze optocht. Ja, fantastisch. Ik moet zeggen, complimenten voor dit dorp. Wie fantastische, grote, leuke optocht. Ja, gewoon leuk voor te zien. Ja, daar gaat het eigenlijk ook om. Hè. Mooi voor te zien, want er zijn veel praalwagens. Wat heel bijzonder is voor zo'n klein dorpje. Dat mag rustig gezegd worden. Heel veel groepen die zich enorm uit ervoor doen. De hele mooie pakken aan hebben. Het is eigenlijk meer toch wel een praaloptocht. Met weinig, niet zoveel thema's. Dat is ze wel, hè? Gewoon een slogan. En we maken er het moois om. Af en toe ook het leukste tussen, een beetje politiek getint. Maar toch wel heel veel praalwagens.
Ja, dat is echt zeker jouw schoen om te zien wie de lui zich te muiteren voor hebben gedaan. En het is gewoon immer een hele mooie optocht. Dat is het gewoon. Kortleef lui, jij verzin eigenlijk aan het eindje komen van deze optocht. Verzin nog tevens aan het eindje komen van aflevering 4. En de volledige afleveringsserie van Carnaval Bied de Veldcatsters. Ik hoop dat je hier genoten hebt van alle afleveringen en zeer zeker van deze optocht. Ik wil je bedanken voor het kijken en ook namens Loek durf ik te zeggen, tot ziens. Alle af! Onze Harry wordt gekozen tot de nieuwe prins. Dat wou we toch gaan scheren zien, de grootste wens. Maar in die gekke week, vergoot hij zien de steek. Maar zong nog iedereen nog een keer. Soms dan zit het met, soms zit het tegen. Soms dan schint de zon, soms is de regen. Lukt het niet, een crisis, soms dan zegen. Steeds gaan vrije vergoed en schutst dan even. Lachen we met alles, trek het dicht neer aan. Want die lachten kunnen we morgen lachen.